Ik voel me helemaal te gek. Nee, het is echt waanzinnig tof. Het is een te gekke avond. We hebben 3 kalveren gekregen en het was sowieso een topavond bij onze première afgelopen dinsdag. Waarbij we 6 nominaties hebben gekregen. Dus ja, we hebben wel het idee dat onze film wel echt geslaagd is. Hard werken en we zijn er trots op. En als het zo gewaardeerd wordt, dat is helemaal te gek, toch? En wat betekent dit kalf nou voor jou persoonlijk? Nou ja, dat wat voor me zo persoonlijk betekent is dat ik denk nu terug bij dit kalf aan een geslaagde samenwerking tussen mij en Michiel. Het hele team, de producent die het heeft tot stand heeft gebracht, Pupkin. Dit is echt een prijs voor mijn rol in die film van Michiel. En dat vind ik te gek. En natuurlijk, ja, als je tussen Jacob Derwig staat, wat ik een van de beste acteurs van Nederland vind. En Gijs Blom heb ik gezien, een jonge jongen die met zoveel talent en jongens een prachtige film speelt. Dan denk ik, ja, dat is te gek dat je hem dan krijgt en dat je waardering krijgt. Dus dat is super. Weet je al waar je hem neer gaat zetten? Ik ga hem in ieder geval meenemen naar huis. Waar hij terecht komt, weet ik nog niet.